Welkom bij het COVID-19 Journaal. We hebben vandaag weer een COVID-19 persconferentie gehad in de congreshal. En we beginnen deze uitzending met de heer Rajesh Ori, waarnemend directeur van het BOG, die ingaat op de cijfers met de huidige situatie. Goedemiddag. We starten met een epidemiologische curve. Hier zien we de beide golven. Je ziet wel dat de tweede golf iets smaller is geweest. Dat wil zeggen, het is heel snel begonnen, maar ook precies zo heel snel. Je ziet ook dat heel snel de afname van aantal cases. Dit is de tweede golf. We zijn, als we kijken naar waar we nu staan, is dat we minder dan 10 positieve per dag hebben. Als we ook kijken naar de R, we zien dat de R nu is 0,53. Wat al wel aangeven dat bij elke case je minder dan een case, ietsje meer dan een case, 0,53 cases kan krijgen. Dus als je 10 hebt, kan je 5,3 cases krijgen. Het aantal testen per maand. En positivity rate in de maand januari zien we dat de 21 we de meeste testen hebben gedaan. Het maandgemiddelde nu van februari is op 14%. Dit is hetzelfde, maar per dag. En dan zien we dat het voor gisteren was positivity rate 6,5%. We weten dat we altijd hebben gezegd we moeten onder de 10. We zijn al een paar dagen, kan je zeggen, onder de 10, soms ietsje hoger, maar het gaat de goede kant op. Er is een combinatie van die andere grafieken van zo net. Boven het aantal positieve met reproductiecijfer in het rood. En onder aantal testen met positivity rate. Dit hebben we gedaan om een vergelijking te maken met hoe de epidemie is verlopen in Suriname en Frans-Guyana. Wat we zien dat Frans-Guyana ook twee golven heeft gehad, wij ook. Wij zijn altijd ongeveer 2 weken achter Frans-Guyana. In beide golven van Suriname zien we dat we een totaal maximum een piek hebben bereikt dat bijna even hoog is, ietsje meer dan 600 positieve per week hebben we gehad. Dat is in de piekperiode. Wat we wel zien is dat in de tweede golf dat het heel smal is. Is smaller dan de eerste golf. Dat wil zeggen dat de maatregelen, de lockdown, eerder is geweest, weekend lockdown. En in beide gevallen is het zo dat weekend lockdowns hebben gewerkt. We hebben drastische afname gehad van aantal positieve. Dus COVID-sterfte naar leeftijdsgroep. Hoogste aantal is in de groep 70 tot 79 jaar. Er zijn, als we kijken naar sterfte van gender, er zijn bijna 2 keer zoveel mannen overleden dan vrouwen. 36% tegenover 63% waren bij de mannen. Percentage van sterfte in de verschillende leeftijdsgroepen van het aantal positieven in de leeftijdsgroepen. Dus in alle leeftijdsgroepen, positieven in de leeftijdsgroepen, wordt berekend hoeveel procent van die groep komt te overlijden. En we zien dat vooral bij 80-89 is het percentage om te overlijden het hoogst. Dit is het aantal sterften per maand. Dit was een korte presentatie. Belangrijk voor ons om te zien dat die weekend lockdowns, zowel golf 1 als golf 2, dat die effectief zijn geweest. Dat we direct drastische afname hebben gezien van het aantal positieven.
Er is ook een COVID-19 vaccinatiefonds Suriname opgezet en de onderdirecteur Financiën van het ministerie van Volksgezondheid gaat verder in op dit fonds. Er is dus een COVID-fonds in het leven geroepen, COVID-19 vaccinfonds Suriname. Het heeft een afkorting, CVFS. Het is in de maand februari in het leven geroepen en het heeft als doel om middelen te verzamelen. Er zijn additionele middelen nodig, want zoals u weet zijn we in een bepaalde situatie waarbij we wel proberen om de aankopen te doen, maar het is heel erg belangrijk dat als we van de samenleving middelen krijgen, van het bedrijfsleven middelen krijgen, donoren hebben, dan lukt het een beetje beter sowieso. Het is de bedoeling dat dus wij weten dat COVID-19 de hele wereld teistert. En het is een heel groot probleem geworden. Dus daarom hebben wij hier zo, dus tenminste de regering, besloten om zo'n fonds in het leven te roepen. Om alles veel makkelijker te krijgen. Er is een fonds die vertegenwoordigers heeft. De vertegenwoordigers zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, en dat ben ik. Ministerie van Financiën en Planning, daar heb ik dus mevrouw Liana Gefeit. Van het ministerie van Bibis, daar heb je dan de heer Luciano Truideman. En van het bedrijfsleven, daar zijn er twee vertegenwoordigers in het fonds. Dat is de heer Wadi Soma en mevrouw Sandy Kenswil. Er zijn rekeningnummers waarop de mensen kunnen storten, de bedrijven hun financiële middelen kunnen storten, als ze dat wensen natuurlijk. Eurorekeningnummer is 03-13100/01-077-978. Allemaal bij de centrale bank. SRD 03-13100/001-281-968. En de US dollar rekening die is geopend is 03-13100/01-163-840. We zitten hier aan deze tafel omdat we namens SIFORSU, een fonds dat vorig jaar is opgezet door met name het bedrijfsleven, aan willen geven dat het fonds dat zojuist is aangekondigd, dat de eerste inleg in dit fonds door SIFORSU gedaan zal worden. En het bedrag is €300.000. En dat is het eerste bedrag wat wij willen doneren. Ik wil even voor alle duidelijkheid stellen dat SIFORSU dit gebaar maakt, maar dat wij alleen de spreekbuis zijn van alle Surinamers hier en in Nederland en in andere landen. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat het geld in het fonds is gekomen. Sinds maart vorig jaar zijn we met dit fonds begonnen omdat we wilden ondersteunen als het gaat om de COVID-19 pandemie. Ongeveer 10 miljoen euro aan geld, maar vooral aan goederen, hebben we via verschillende kanalen naar Suriname kunnen halen. Van het bedrag en de goederen, daar is in elk geval nog een substantieel deel over, waardoor afgesproken is dat er 300.000 naar de pot gaat voor vaccinatie en 200.000 wordt gereserveerd om te assisteren bij de logistiek. Misschien het aanschaffen van consumables en allerlei andere zaken die nodig zijn om te zorgen dat we hier in Suriname met vaccineren kunnen beginnen. De gunstige situatie waar we allemaal naar hebben uitgekeken, daar bevinden we ons nu in. U ziet duidelijk dat er een percentage is welke acceptabel is. De afgelopen week
het aantal gevallen ook duidelijk is afgenomen. De druk op de zorg uiteraard ook minder is in de COVID-zorg. En aan de hand van deze ontwikkelingen kunnen we gewoon concluderen, simpel, de samenleving heeft de oproepen van de regering begrepen. De samenleving heeft zich trouw gehouden aan de voorgestelde maatregelen. De weekendlockdowns, welke als onplezierig werden ervaren, die hebben hun nut bewezen, wederom. En dat was ook de strategie van de regering om, evenzo als we in september hebben toegepast, 2 weekendlockdowns, dat ook deze keer te doen. En u ziet al heel gauw dat de resultaten daar niet om liegen. We focussen niet alleen op de weekendlockdown, we focussen niet alleen op de inzet en de maatregelen, de overige maatregelen die de overheid heeft genomen. Maar ik blijf benadrukken, de samenleving is bepalend. De commitment die u als burger maakt aan het naleven van die maatregelen zal het succes bepalen. Dus u mag uzelf complimenteren en de regering wilt u dankzeggen voor het naleven van de maatregelen. Aangezien de trend en de ontwikkelingen met COVID gunstig zijn uitgepakt de afgelopen week, is het inderdaad tijd om ook te denken aan een stukje aanpassen van onze maatregelen. En in dat kader kan ik aangeven alvast dat de instructies al zijn doorgegeven op advies van het Outbreak Management Team, besproken in de regeringsraad, dat de scholen, de scholen op hoger niveau feitelijk al opengesteld mogen worden. Dus de instructies zijn al gegeven aan de minister van Onderwijs. En namens haar mag ik u zeggen dat de interne organisatie wordt gemobiliseerd ter voorbereiding van de herstart van het onderwijs op alle niveaus in Suriname. En dat de exacte informatie nog wel komt officieel van het ministerie van Onderwijs. Dus gelieve op die bekendmaking te wachten. Maar feit is wel dat de regering het er unaniem over eens is, op advies van het Outbreak Management Team, dat gezien de huidige gunstige ontwikkeling en trend het verstandig is en medisch verantwoord is om het onderwijsproces te herstarten. Op de vraag hoe het staat met de betaling van de COVID-19 vaccins, geeft de minister het volgende antwoord. We hebben indicatieve prijzen van vaccins gehad. Maar uiteraard, u ziet een... We hebben grens en daarvoor hoeven we niet te betalen. En dat zijn zekerheden. Dat zijn zekerheden die we nu hebben. Dat zijn grens, dat is een deel. Ik zei het al, 51.000. Dan hebben we die commitment aan COVAX. Er is een downpayment aan gedaan van bijkans $720.000. En vandaag hebben wij, ik kom net uit een Zoom-meeting met COVAX en PAHO. Alwaar de... besproken is de follow-up na die 79.000, maar ook wat de nieuwe inzichten zijn. En waarmee we rekening moeten houden is dat alles voorlopig afhangt van een enorme vraag en het aanbod. De fabrikanten zetten hun productielijn op het maximale. En er worden gekeken naar de varianten die er ook zijn. En dan gaan de fabrikanten ook aanpassen op die varianten. Dus varianten, en dan worden dus een booster gegeven in die vaccins om het werkzaam te maken. Dus al bij al moet ik zeggen dat wij met betrekking tot COVAX reeds een downpayment hebben gedaan. Maar dat is maar een deel. Want uiteindelijk krijg je steeds meer en meer ruimte om weer aan te kopen. En we zijn voor de eerste ronde voor AstraZeneca ingedeeld voor 79.200 doses. Die na vandaag blijkt uit de meeting met COVAX daarnet, die niet wordt afgetrokken van onze downpayment. Omdat die downpayment als een soort borg zal gelden.
Maar dat je dus in die tweede ronde, dus dat je nu voor je 79.200 gewoon moet gaan betalen. En daar heb je weer een tweede ronde van allocatie, waarbij wij zijn geallockeerd voor 156.000 doses. Dus je ziet dat wij voor ongeveer al voor pakweg 230.000 doses aan AstraZeneca kunnen komen in het jaar 2021. Die aanbetaling die ik heb gedaan, zo naar die down payment, die zit er namens Suriname, die is veilig, laat me dat duidelijk stellen. Alleen wordt nu gezegd, regering en alle overheden, voor die 79.200 gaat u wel cash moeten betalen. En voor de volgende aankopen, dus in die 156.000 doses, dit komt net hoor, dus ik geef het gelijk mee in het kader van transparantie, gaat worden afgetrokken van die 57.000. Dus we hoeven niet dubbel te betalen, uiteraard niet, dat geld is veilig. Maar we moeten dus wel middelen hebben. Dus als we nemen 79.200 en ik kan u de prijs geven, via COVAX, want vele mensen vragen, ja maar waarom doen jullie zaken met COVAX? Er zijn zelfs mensen die zeggen dat COVAX een money making organization is, niet waar. Via COVAX kunnen wij AstraZeneca voor $4 kopen per dosis. En dat is, eigenlijk kan je zeggen, in deze tijd waar er zo'n grote vraag is, als je dat zelf zou moeten gaan betalen en zelf gaan onderhandelen voor zo'n kleine batch, voor zo'n kleine aantal, zou je al rond de $10, $12 zitten per dosis. Dus voor Suriname is COVAX nog steeds zeer lucratief, zeer goed. En niet lucratief, maar zeer goed, een goede positie. We kunnen goede prijzen krijgen via COVAX. Dus de totale begroting zal dus eigenlijk, wat ik hiermee wil zeggen, afhangen van een combinatie van je grens en wat je nodig hebt als aankoop. U weet ook dat we via AMSP, dat is CARICOM, ook voor 108.000 doses in de gelegenheid zijn gesteld om het cash te kopen, dus gewoon te betalen. Dus al bij al, naar mijn schatting, als ik een bedrag mag opnoemen, en dan gaat het helemaal vanuit van hoeveel doses denk je te kopen en hoeveel denk je uit bilaterale onderhandelingen met bevriende naties te krijgen. Dus kan ik zeggen met een grote range, met de opzet en de logistiek rond de vaccincampagne, dat we zeker zitten tussen de $8 miljoen en $15 miljoen. Dat betekent, die 8 miljoen ga je halen hoe meer grens je krijgt. En als je meer moet gaan kopen, dan loopt het automatisch uit. En de prijzen van vaccins zullen ook bepalend zijn. Dus nogmaals, vandaag nadat ik de meeting heb gehad met COVAX, is er wel een meevaller, omdat ik had gerekend op $10 per dosis. Maar gelukkig zitten we nu op een lager tarief, waardoor wij wel dat gunstig uitvalt voor ons. En kunnen we die $300.000 van su voor su, bij wijze van spreken, gelijk inzetten voor de aanschaf van deze vaccins. Dus je ziet, met de participatie van meerdere organisaties, het bedrijfsleven, individuen, hoe meer garantie we kunnen hebben van financiële middelen, hoe sneller die opties komen en je hebt de financiële middelen. Er is maar een korte tijd aan verbonden. En ik mag u gelijk aangeven, mevrouw, wie was dat weer, die zei, wat is de inleg van de overheid? Ja, het is feitelijk, is aanschaf van vaccins overheidszorg. Dus alles wat nog op dat moment, wanneer je een aanbod hebt van vaccins en je moet het kopen, en je fonds is niet voldoende, zal het verschil door de overheid betaald worden. Dus ik kan u niet een exact bedrag aangeven wat de overheid nu gaat inleggen. Wij kijken, uiteraard is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de overheid om in te komen wat nog tekort schiet. En het succes zal natuurlijk zijn als je veel inleg hebt in het fonds, dan hoeven wij als overheid minder uit te geven voor vaccins en kunnen we onze middelen gebruiken om die reguliere zorg die door de COVID-situatie zoveel schade heeft opgelopen, te gaan herstellen. Dit was het weer voor het COVID-19 journaal. We zijn er morgen weer terug met een nieuwe aflevering waarin Dr. Krishnadat ingaat op de verschillende varianten van het virus. Tot dan!